Ik wist dat het een lekker chipperij was zonder poep. Dag! Zo? Ja. Ik zie je man ook niet. Nee, die goeie morgen. Sorry, mijn boer later. En ik moest lachen. Dan probeer ineens iemand te lachen. Drie? Echt een beetje inladen. Ik laat hem niet in. Oh, nou, een boer en een dag. Ja, wij zijn lekker de woning gaan, familie Vloggers. Woensdagochtend. Nou, lekker hier aan de bar. Wij zijn de mango's, familie Vloggers. Ja, hier zijn de mango's. Dan Luxe heeft lekker een ananas schijven dan. En Jan die heeft een lekker croissantje. Niemand stapt nou deze humor omdat ze niet bij het grapje waren. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijk de dag te beginnen met een lach. Dus kijk, vandaag weer gezellig met ons. Lucie, neemt de auto mee, Lucie? Ja, brengt ze mee naar school, hè? Kijk, Lucie, is rijden jullie naar school, meisjes. Nou, en Luan de nieuwe schoenen aan. Ondertussen, Luan, Lucilla en Luxie weggebracht. En heeft Daniel hier nog even wat video's in te plannen. Yep. En hij was bezig met de warmtepomp. Nee, niet de warmtepomp. Dat is waar geweest voor de instelling. Ja? Maar het is toch nog wel heel erg fine-tuning. Dus we zijn nu nog weer aan het kijken dat hij er niet uitslaat. Want hij wil het op een of andere manier wel even volhouden. Maar dan zegt hij een keer miscommunicatie met de zwembad. En dan boem, sprong je eruit. Ja, dus, gelukkig is Gerard expert er nu bij. Ja, we hebben even geen verwarming nu. Nee, het was vannacht een koud nachtje. Maar dat maakt niet uit. Voor mij wordt het vandaag weer. Het wordt wel weer gefixt. Lucius en ik gaan even verder met het voorbereiden van het kinderfeestje van Luan. Hebben we, zoals jullie hebben gezien, gisteren heel veel voorbereidingen al voor getroffen. Maar ik heb deze airfryer even gepakt. Op die ga ik nog die kant op zetten. Ondertussen dat ik dus de airfryer even aan het pakken was, zag ik nog wat liggen. Hier bovenop. Want, zoals jullie weten, een paar dagen geleden met Luxie ook een lekker taartje gemaakt. Nou, koekje eigenlijk. Deze confetti koek, zoals ze het zelf noemde. Die kunnen we vast ook nog wel even opeten. Tenminste. Die is nog wel lekker. Nog een stukje. Had Luxie heel lekker gemaakt. Ja. Nou goed. Ik heb de airfryer even in de bolderkar gedaan. Luxie ook. Zit er even gezellig bij. En dan gaan we zo even naar de schuur toe. Hop, blokje. Hoppatee. Zo. Kom maar, Pip. Kom maar. Goed zo. Nou. Hoppatee. Zit je goed, jongen? Ook zullen we de vuilnis weg doen. We hebben daar nog van spuiten gezet. Kijk, er staat een busje van de verwarming. Die zijn al aan het kijken of de verwarming weer gemaakt kan worden. Dat is wel handig nu het wat kouder wordt. En ja, vandaag het kinderfeestje van Luan, jongens. En hij heeft er heel veel zin in. En ik kon vanochtend niet wachten. Hij was al vroeg wakker. En hij had hem meteen zo: oh, mam, nog even naar school, dat is mijn feestje. Dus hij heeft er heel veel zin in. En we gaan dus het feestje vandaag vieren. In de stal, in de schuur. En zou je denken, is dat niet heel koud? Maar ja, eigenlijk wilde het feestje ietsjes eerder dit jaar vieren. Toen we het al hadden gepland. Maar ja, toen kwamen er ook andere kinderfeestjes. Waardoor we eigenlijk iedere keer het kinderfeestje een beetje weer verder weg hadden gezet. Toen was het nog wat lekkerder, maar nu is het iets minder warm. Maar ik moet zeggen dat het nog niet koud is of zo. En overdag, als de zon schijnt, is het wel gewoon te doen. En we zitten natuurlijk hier in de schuur. Kijk, hier gaan we het vieren. Hij kan ook voor de rest dicht. Opa heeft de camper, zoals jullie zien, buiten neergezet. Die stond normaal altijd binnen. Hij heeft hem voor die kant neergezet, omdat daar geen deur in zit. En hij heeft daar een windzeil gehangen en de camper ervoor gezet dat als het gaat regenen of het waait een beetje, dat het niet zo erg naar binnen komt. En voor de rest kunnen we gewoon alles helemaal dicht doen, mocht het koud zijn. Maar ik denk dat als het dit weer is, is het eigenlijk nog helemaal best wel lekker te doen. Hier kunnen de kinderen ook lekker buiten spelen, met de bal spelen. Het zijn voornamelijk jongens, dus hè, met een voetbal vermaken ze zich allemaal wel. Maar hier hebben we dus het hele feestgebeuren opgebouwd. Kijk, even de deur open doen. Het is nogal een zware deur. Oké. Hier jongens gaan we vandaag het feestje vieren. In de stal. Het is nu nog een beetje donker. Die ga ik nog even helemaal mooi maken, klaarmaken. Puntjes op de i zetten. En dan ga ik jullie zo meteen vertellen. Tegenlicht, sorry. Ga ik jullie zo meteen vertellen
wat we precies gaan doen met het kinderfeestje. Lucius die heeft al een wagentje gevonden om mee te spelen, liefie. Ondertussen heb ik even dit allemaal een beetje klaargezet bij de etensbar, hoek, snackcorner. Geen idee hoe jullie het wil noemen. Maar in ieder geval, de airfryer heb ik hier even aangesloten. Okay, dan kunnen we hier gewoon zo alles lekker maken. Daar is een beetje de voorraadhoek, zeg maar. He, dat we zelf even kunnen kijken of we snoepjes weer op tafel zetten. En netjes aanvullen als er wat op is. En wat overgebleven is, dat leggen we gewoon weer in onze eigen kas. En ik heb hier even alle bakjes neergezet. Met de sausjes. Met bakjes voor de sausjes. En met de kleine vorkjes erbij. Want we willen straks als de kinderen uit school komen. Want ze komen eigenlijk meteen vanuit school, zeg maar. We hebben vandaag een korte dag op woensdag. Dus we hebben alle kinderen natuurlijk eerst trek in de buik. Dus gaan we eerst even wat eten. En ik heb allemaal bittergarnituur dingetjes, kleine frikandelletjes, kleine kaassouffleetjes, kleine kipkoornjes, kleine bitterballen. Van die gemixte dingen, zeg maar, die we in de airfryer kunnen doen. Dus dan ga ik eerst even dat lekker warm voor ze opwarmen. Kunnen we al die bakjes vullen, kunnen ze zelf een bakje pakken. En dan kunnen ze daarna lekker cadeautje of met het dingetje lekker cadeautjes openmaken. Wat kom je doen, jongen? Kom je ook even in de bar kijken? Kijk eens, zit je achter de bar? Zeg je, ja, ik bedien de bar hier. Wie wilt er wat drinken? Hij zegt, ja, kom maar, wie wilt het bestellen? Ik was aan de beurt. Ja, wat is het? Een Fanta. Een cola. Een limonade. Ja, zit jij achter de bar? Ja, vind ik een goed idee. Zo, ik ga je even vertellen wat we gaan doen vandaag met het feestje van Luan. Superleuk. Ik heb heel veel zin in. Maar ook iets heel nieuws. Een hele tijd geleden kregen wij een keertje een aanvraag voor een heel leuke feestje was het eigenlijk. Ik zoek het nog wel even terug. Misschien kan ik het nog ergens vinden. En dat was namelijk een DJ workshop. En dat vond ik toen al helemaal leuk voor Luan. Maar het was op dat moment gewoon niet relevant. Er was niemand jarig. Dus dat hadden we het voorbij laten varen. Dus ik had hem weer teruggevonden. We hebben ze gebeld. En ze leken het superleuk om dit jaar voor Luan zijn kinderfeestje te organiseren. Ze geven dus DJ-workshops voor kinderen, of voor kinderfeestjes. In ieder geval, dat gaan ze bij ons vandaag doen. Ze nemen dus zelf apparatuur mee. Ze nemen een DJ-tafelding mee. Een echte DJ gaat dan eigenlijk met de kinderen op het kinderfeestje. Waarin ze zelf dus aan de slag mogen met de DJ-tafel. Nou, hoe leuk en hoe toepasselijk is dat voor Luan, jongens? Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Een DJ-feest gaan we dus houden. Met een eigen workshop erbij. Kinderen mogen zelf muziek gaan maken. Maar daarna kunnen ze natuurlijk ook lekker gaan dansen. Vandaar dat we de dansvloer neer hebben gezet. Dat ze ook nog lekker kunnen chillen op de speelattributen die daar zijn. Lekker hapjes kunnen eten daar en drinken bij de snackcorner. Hoe we het nou even gaan noemen, denk ik. Degene die dit organiseert, die komt iets eerder. Omdat hij al zijn apparatuur moet opzetten en alles aan moet sluiten. Alles voorbereiden. Dus die komt iets eerder dan dat de kinderen hier komen. En dan straks gaan we de kinderen ophalen van school. En dan komen ze eerst hier. Gaan we eerst lekker eten, hapje eten, cadeautjes geven. En daarna geven we eigenlijk het feestje helemaal uit handen aan een DJ. Die met de kinderen aan de slag gaat. Hoe leuk is dat, jongens? Zo. Nou, hebben ze ook overal plekjes om lekker te zitten. Kunnen ze hier kijken naar de tennistafel. En hier ook lekker een plek om ook lekker te chillen. En hier de dansvloer, podium, 10 ballon moet ik even nog fixen. Ik denk dat ik die hier achter ophang. Maar ik moet even plakband halen, dat ik die kan ophangen. En waar ik ook nog even aan heb gedacht, zijn wc-bordjes. Want we hebben natuurlijk daar bij de stal geen wc. Dus we maken dan gebruik van de wc van het zwembad. Maar ja, dan moet je wel van daar helemaal naar de zwembad lopen. Dus dan ga ik even zo'n spoor van wc-bordjes ophangen. Hier een bordje opgehangen van wc. Dan weten ze dat hier de wc is. En hier ook een bordje wc die kant op. Hé hey jongens, wat is dit lekker, dit zonnetje. Yes! Nou, geen idee of dit blijft hangen op de boom. Dus we moeten straks nog even een punaise in doen of zo. Maar ook hier een bordje wc, die kant op. En ook hier een bordje wc, die kant op. En ook hier een bordje wc, die kant op. En dan uiteindelijk heb je de wc gevonden. De verwarming staat weer aan, dus die is weer hergeprogrammeerd. En hopen dat het huis gewoon warm en het zwembad warm blijft. En het is hier mooi geworden hoor. Journalistjes, ja. Dat heeft helemaal goed geholpen joh. Ja, we hebben ook dat autootje even hier neergezet. Kijk. Ja, is dat gek op het hij zin. Vindt dat zo leuk. Dan kan hij er lekker in zitten. Je moet even kijken naar een goede accu-lader of een nieuw accuutje bestaan. Ja. Want hij geeft dus wel dit geluid. Ja, hij doet wel geluidjes en lampjes. Ja.
Ja, echt een raceauto, Lusjes. Ja, alleen hij race toch niet zo hard, maar... Oh, nou, dat is toch een lekker plekje voor hem. Nee? Kan hij het hele feestje lekker in zitten en alles overzien. Nu al ben je de oude Luxe caravan. Ja, precies. Ja. Het lijkt me net of inderdaad zijn auto die caravan gaat trekken. Maar ja, nou hebben we de discolampjes nog. Ja, is toch leuk? De partymakers die kunnen ook mooi komen. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Ja, benieuwd. Jij bent normaal de partymaker natuurlijk. Dus dat je dat nu met handen geeft, is wel leuk. Ja, zo even wennen, hè? Anders, ja. Ja, jongen, we zien je. Ja, we gaan eens dus even die ballonnen. Ja, dat moest ik nog even doen daar, wat daar ligt. En die ballonnen moet ik nog even ophangen. Die 10. Ik kan die stekkertjes ook nog zoeken op het podium. Ja, dat podium kan ook niet aan. Ja, als je die stekkertje nog kan vinden, want daar zitten lampjes op namelijk. Alleen ik kon die stekkers niet vinden van die oplader. En ik ga deze 10 even ophangen hier. Daar. Zet wel even op, want dan hebben we hier misschien ook die knippenlampjes. Ja, dat zou leuk zijn. En de 10 hangt ook. En deze paal hadden ze gisteren ook nog geprobeerd die lampjes te doen. Maar toen hebben ze het niet meer afgemaakt. Dus die maak ik nu nog even af. Er moeten nog batterijtjes in. Dus zonder een stroomcontact, stopcontact. Dat is wel fijn, dat kun je hem overal doen. Ja jongen, mama is hier. En even kijken, doet hij het? Kijk, de lampjes doen het ook. Ik ga nog even kijken hoe we deze kan vastwikkelen om deze paal. Zo. Even kijken, daar gaat hij. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel rondjes ik heb gelopen. Maar de lampjes zitten ook om deze paal. En tadaa! Daniel heeft ook de lampjes van het podium gefixt. Leuk jongens, heel leuk. Begint er al op te lijken. Nou Lusjes, let the party begin voor jou. Dag. Nou, volgens mij komt de partymaker er nu aan. Jip heet hij. En hij kon het niet zo makkelijk vinden. Hij moet helemaal doorrijden naar de stal. Daar gaan we natuurlijk het feestje geven. Nou, daar is Jip. Goedemiddag inmiddels. Helemaal vanuit Bokstel, hè? All the way. Hallo. Zo man, lang gereden? Lekker. Hoe lang heb je gereden? Anderhalf uur. Nou, beetje doorkachelen. Beetje doorkachelen, wat leuk dat je er bent, joh. Ja, graag gedaan. Hij gaat dus Luan verrassen met zijn DJ-producerschool. Om natuurlijk een onvredelijk verjaardagsfeest te geven. Ja, kom kijken, kijk, ja, daar is mijn vrouw. Daar is DJ. DJ, Jip. Hallo, Pana. Hey. Dat is Lissius. Ja, onze kleinste DJ. Ja. Kijk, wow, en... Ja, dat is heel benieuwd. Toch? Ja, we hadden hier die tafel met, ik weet niet hoeveel stekkerdozen je nodig hebt. Ja, stoelen hebben jullie heel veel je best opgenomen. Oh, geen stoelen? Nee? DJ staan natuurlijk, hè? DJ, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nou, DJ's in zijn eigen tijd. Ja. Nee, dan gaan we die weg, joh. Die gaan we weghalen. Voor de rest, de tafel is dus wel helemaal oké zo, hè? Ja, dat kunnen we. Ja, prima. Ja? Voor de vriendinnen die komen. Ja, ik kan wel wat stoeletjes daar in de kant neerzetten of zo. Dat is dat ik hier, weet ik. Ja. Jip gaat alles opzetten. Ja. Ik ga kleine man even slaap lopen. En ik ga de kinderen van school halen. Ja, jij gaat het busje, hè? Dus ik ben benieuwd hoe ze zijn. Hoe ze... Ja, en de papa en mama komen de kinderen allemaal brengen. Dus ja, ja, omdat jij kan nu niet weg. Dus we kunnen niet al die kinderen nu ophalen. Zijn er best wel wat. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ja, superleuk. Het is een echte DJ, jongens. Ja, mooi. Hey, les van een echte DJ. En we bedrogen weer, Lucius. En we bedrogen weer. Zo. Zo'n kleine man. Die slaat als een roos. Hier bij de zwembadblazer. En het kabbelende water van de vijver. En volgens mij komt Vara elk moment op deze kant weer op. Wauw. Ja, dat gaan ze hopelijk wel heel erg cool, stoer, interessant en bovenal leerzaam gaan vinden. En kijk eens, de eerste lichting is volgens mij gelukt. Hoeveel sets heb je nu staan? 16 stuks. 16 Kijk dan. Aanstaande stoer. Martin Derricks kregen. Geweldig, joh. Ja, dat is echt heel cool. En heb je dan gewoon allemaal copyvrije muziek van jezelf en zo waar je hier allemaal draait? Of is het gewoon... Nou, dan moeten we iets gaan zeggen. Krijgen we audiorechten? Ja, nee, het is zo. De kids werken met eigen koptelefoon. Dus ze hebben eigen
muziek aan het luisteren. Oh, ja. Dan ben je eigenlijk vrijgesteld van... Zo, ja, tuurlijk. Ja, ik wil zeggen, want daar hebben we ook mee te maken. Als wij Justin Bieber aanzetten, dan hem afgekeurd. Dan komt hij meteen niet op de video. Ja, maar het is even leuk misschien jezelf voor te stellen in de video, wie je bent en waar je vandaan komt. Ik ben Jip van DJ Producer School. We komen helemaal uit Bokstel, anderhalf uur rijden. Maar niks te gek voor kinderen die willen gaan DJ'en. Ja, super leuk dat je ons contact hier. En ik ga de vrouw met de schoolkinderen binnenhalen. En dan gaan we ze eerst eens even verblijden met een snackie volgens mij. Ja, absoluut, absoluut. En daarna met goede hits. Super leuk dat je er bent, Jip. We gaan een onvergetelijk 10e verjaardagsfeestje van ons Luan creëren. Dus ik haal ze even op. Was het leuk op school? Ja. Nou, kom eens even kijken. Kom eens even kijken, Stella. Ja, nee, echt, hè? Ja, dat is Luan. Laten voelen vandaag. En daar is Lucilla. Hoi. Kijk eens, Stella, geef ze een hand. Dat is Jip. Wil je ook een high five even? Dit is ons Luxie. Ja. Hey, kijk eens wat een liedje die heeft gevonden. Ja. Ik ga lekker slapen. Dit is superleuk, hè? Och, kijk eens. Nou, welkom. Het feestje gaat beginnen. Nou, de inloop van de kinderen is begonnen. We hebben ondertussen hier lekkere warme hapjes op klaargezet. Kijk. Kijk dan, Luxie heeft ook de auto gevonden. Is het leuk hè, dat ze erbij hebben gezet. Ga je eens even de buikjes vullen. Ja, dankjewel. Heb je gezien wat hij allemaal klaar heeft gezet? Ja, ik heb je dat gezien, vent? Kijk dan toch. Oh, maar die zijn nog echt hele groot, jongens. Allemaal. Oh nee. Iedereen krijgt zo'n setje. Het ziet er goed uit, hoor. Ziet er heel goed uit, dit. Leuk? Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten, hè? Maar het is nu al gezellig, jongens. Eerst even volle buikjes. Heb je het alweer op? Wist dat het een lekker chill plekje werd? Jij wil zonder prikken. Ja. Ik heb een ander ketchup. Gaat het een beetje goed met de ervaring? Nou, gezellig, man. Goedemiddag, eet smakelijk. Tess, hè? Tess, en hoe heet je ook weer? Welkom, leuk dat jullie er zijn. Luxie er gezellig bij, proost. Hier zijn ze aan het pingpongen, hé mannen. Lukt het een beetje of niet? Ja, dat is vakmanschap hoor, pingpongen. Kijk, ik kan heel goed. Ik ook nog een broodje. Nou, gezellig. En we hebben mooi droog weer. Hé hey, jongen, ja, hier kun je salto's maken, hè? Backflips, salto's. Nou, gezellig, we hebben droog weer. Ja. Lusjes die slaapt nog, hé, in zijn kinderwagentje, zijn roos bij de vijver. Maar die is straks helemaal opgeladen, want DJ Lusjes wil ook mixen. Gezellig, jongens. Nou, Lucille. Ben jij van de catering, Lucille? Oh, mayo, ketchup. Alsjeblieft. Nou, Jip, kom lekker snacken. Kijk, dit is het beste. Ja. Kijk, hier doen we het gewoon. Daar blijft DJ Jip zo slank. Super. Ja, heel slim. En nu de Lucilla, die zit hier heerlijk lekker alles op te snoepelen. En jij, heb je hem al op? Of wil je nog een beetje? Kijk, dat is de derde ronde. Hij doet het wel goed, hè? Ja, super, hoor. Kijk, een zonnetje daar. Heerlijk. Nou, een nieuwe lading eten. Kijk eens, ze komen er allemaal op af. Nieuwe lading, jongens. Nieuwe lading met warme snacks. Nou, jongens, in het laatste rondje. Wie wil er een laatste rondje? Ja. Laatste rondje, jongens. Het is echt gloeiend eten. Gloeiend eten. Pas op dat je niet je vingers brandt. Nou, dan hebben jullie wel een volle maag om te gaan DJ'en, toch? Ja, dat kan je zeggen. Achterbakken, Luan. Volgens mij willen jullie aan mee bij een eigen mixdekje plaatsnemen. Maakt een DJ er ook een beetje feestje van? Ja. Dansen, springen hoort er allemaal bij, hè? Hardstyle. Ja, hardstyle? Ja. Dat is jouw stijl. Hardstyle is jouw stijl. Goed zo. Laten we met een feestje beginnen. Ik weet niet of jullie dat al hebben gedaan vandaag of niet, maar ik vind, hoort er toch altijd wel bij als we echt aan een workshop gaan beginnen. We gaan beginnen met een feestje bouwen. Als het goed is... Staat de jarige hier helemaal klaar voor jullie? Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de zon. Jullie allemaal, hè? Hiepen de piep! Hoera! Hiepen de piep, de piep! Hoera! Ah, dus nou kunnen we echt gaan beginnen. Mijn naam is Jip.
Ik ben van DJ Producer School. Wij gaan vandaag proberen aan jullie te leren. Ongeveer een anderhalf uur tijd. Tussendoor doen we lekker pauze. Dus als je moet plassen of zo, geen probleem. Dat komt allemaal goed. Gaan we leren DJ'en. Net zeiden we al een beetje wat een DJ allemaal kan doen. Superveel. Ik verwacht ook echt niet dat jullie naar buiten lopen als de nieuwe Chesto. Maar het Armin van Buren of Martin Gerricks moet er wel in zitten, denk ik. Toch? Ik heb ook een mooi scherm voor jullie meegenomen. Hopelijk kunnen we het allemaal zien. Zien we het allemaal goed? Ja. Mooi zo. Wat valt jullie op aan die twee kanten? Bij de andere niemand. Heel scherp. Dat is echt op de details, ja? Ze zijn allebei hetzelfde. Juist, ja. Ze zijn allebei hetzelfde. Maar waarom hebben we er dan toch twee? Als je links en rechts... Ja? Want dan kun je twee nummers mixen. Ja, en dat is wat een DJ doet, hè? Een DJ zorgt ervoor allereerst dat die dansvloer volkomt. En als dan eindelijk de mensen aan het dansen zijn, wil je ze ook op de vloer houden. Maar als de muziek uitgaat, dan zijn mensen het gewend om weg te lopen. Dus wat je als DJ moet voorkomen, is dat de muziek uitgaat. Ja, je wilt altijd lekker door laten lopen. En daardoor heb je minimaal twee kanten nodig om te kunnen mixen. Ik vroeg vandaag hebben jullie koptelefoon op en dan kunnen jullie mij goed horen. Ja? Laatste voornamelijk. Hè? Hij gebruikt de koptelefoon om te luisteren naar het liedje wat komen gaat. Hè, dus je bent muziek aan het afspelen, dat hoort het publiek. En de DJ gebruikt de koptelefoon om naar het volgende liedje te luisteren. En dan is het heel belangrijk dat je volume oké is. Niet te hard dus, maar zeker ook niet te zacht. Hoe gaan we dat doen? Weten we allemaal wat links en rechts is? Ja. Goed zo. Dan mag je je linkerhand even omhoog steken en laten zakken naar het linkerhoekje van de Numark Mixdeck. Ja, en dan heb je twee knopjes. De eerste, die laten we staan zoals die staat. En als het goed is, is dat helemaal dicht. Dus met het streepje bij de koptelefoontje. De tweede, dat is volume, staat daarbij. En daarmee kunnen we de koptelefoon harder en zachter zetten. Jullie mogen deze draaien naar het streepje. Goed zo. Nee, deze stond helemaal open. En weer aan. Pauze. Aan. Totdat je uiteindelijk helemaal op het einde van het liedje bent. Hè? Zo gaat dat met play en pauze. En de koptelefoon mag weer van de oren af. In de oren. Hoe horen jullie dat? Hier ook. Achter in het midden. Ja, goed zo. Ik weet niet of jullie me horen. We horen hem luid en duidelijk. Muziek aan en uitzetten. Weten we dus nu hoe dat werkt. Dan kan ik het een beetje moeilijker maken. Ik hoor hem nou niet meer. Maar straks zul je merken dat dat misschien wel makkelijk is. Er zit namelijk nog een knop boven. Dan zie ik een matchje, hè, mixen met elkaar. Maar we gaan nu kijken naar andere leuke liedjes. En die liedjes die kunnen we straks gaan opzoeken hier in ons schermpje. Dat is een soort touchscreen. Jullie weten allemaal wel hoe je met een tablet moet werken. En dan gaan we als eerste even kijken in die lijst die jullie nu in het midden zien. Daar kun je doorheen scrollen. Dat is dus de lijst met oefenbeats. Ja? Maar er is nog veel meer dan alleen deze oefenbeats te vinden. En dat kunnen we gaan bekijken door op het knopje back te drukken. Ja, links, rechts van snollebolletjes inladen. Helemaal goed. Ja. En dan is het belangrijk dat je dus niet op het plaatje drukt. Nou, wat nu wel heel grappig is, is dat ze allemaal muziek aan het luisteren zijn. Ze zijn dus aan het mengen. Maar het is hier heel erg stil. Dat is wel grappig. Het is net Silent Disco, nou, lijkt het wel op. Nee, ik ben nog nooit zo rustig feestje gehad. Kijk, ze hebben allemaal hun koptelefoon op. En ze zijn dus hun eigen muziek nu aan het mixen. Kun je voorstellen dat er blij leerkrachten met ons zijn? Ja, precies. Stilte in de klas. Oase van rust mee. En ze weten ook helemaal niet wat we hier zeggen. Het is grappig. Nou, je hebt mij hier. Welke ga je mixen? Ja, welke hebben jullie gedaan? Ik heb overnieuw. Oh, overnieuw, ja? Welke ga je doen, Vara? Oeps, zei dit ding aan? Ik zie je wel mooi dansen, maar ik weet niet waarop je danst. Ja, dat kan. Wat doet mama nou, Lucius? Hoor je het? Oh, dus... Het zijn twee nummers door elkaar. Oké, okay, cool. Oh, ik zeg DJ Vara, ik zie een nieuwe passie ontstaan. DJ Vara Bellinga, nu te boeken. Wij kunnen nog wel DJ's gebruiken. Ja, echt hè? Het is moeilijk hoor, hè? Wacht even, ik ga hem even zo bij jullie. Hou je wat? Leuk hè? Heel erg. Ik weet wat jij voor je verjaardag wil. Hè? Ik weet wat jij voor je verjaardag wil, zo'n seintje. Je wil een ander liedje.
Jongelui DJ's, druk allemaal even op de stopknop. Links en rechts. En, dan doe je en laat de koptelefoon van de oren afglijden. En dan zet je er twee. En dan zet je ze aan. Dan zet je die aan. En dan zet je die aan. DJ's achterin ook, goed zo. En dan kan je met je vingers, kan je daar zo. Hoor je het? Lukt het bij iedereen? Ja? Als DJ ben je dus altijd op zoek naar de juiste plaat op het juiste moment. Je bent altijd aan het kijken welk liedje je kunt gaan draaien, zodat de mensen lekker blijven dansen. Dus dit mogen jullie ook tijdens de workshop blijven doen. Maar we gaan meer doen dan alleen muziek aan- en uitzetten. We gaan uiteindelijk straks echt mixen met DJ-trucjes. Ja, maar dan beter. Let op, ik ga heel even de geschiedenisleraar uithangen. Kennen jullie deze plastic schijven? Ja. Nee. Nooit gezien? Nee. De langspeelplaat. Die zijn ongeveer zo groot, je had ze ook een maatje kleiner. En hier staat dus muziek op. Tegenwoordig draaien we met USB-stickjes, SD-kaartje, alles in de cloud, hè, via YouTube, noem maar op. Maar vroeger gingen DJ's met platenspelers op pad. En dan hadden ze heel veel tassen en koffers bij. En op zo'n platenspeler leg je dan zo'n plaat. Dan druk je op de knop, play, gaat de plaat ronddraaien. En dan leg je uiteindelijk een naaldje op de plaat. En dan krijg je muziek. Ja. Vet oldschool, maar wel heel leuk om naar te kijken. En eigenlijk ook heel leuk om te doen. En als je dat dan op een bepaalde manier aanpakte en je ging de plaat bewegen onder de naald. Nu krijgen jullie ook nog Engelse les. Dan krast de naald over de plaat. En krast in het Engels is... Scratch. Ja, scratchen. Ja, heel goed. Dus, daar komt hij vandaan. We gaan eens even kijken naar een DJ die op een hele toffe manier met die platen kan werken. Komt hij aan. Stand back, watch the bomb drop. Stand back, watch the bomb drop. Cool toch dit? Ja. Ja, nou, die DJ die je net zag is sowieso wel cool. Die is namelijk wereldkampioen scratchen. En er zijn echte wedstrijden in. Zal ik eens kijken of van jullie ook een beetje wereldkampioen kan maken? Ja. Ja, cool. Okay. Ondertussen is het heel stil hier aan de DJ-tafel. Want iedereen zit zijn eigen muziek te scratchen, heet dat, hè? Ja. Kijk, zo ja. Te dikke lukken. Dit past nog wel bij elkaar. Stel je bent op een feestje en die DJ staat heel de avond alleen maar dit te doen. Dan denk ik dat iedereen op een gegeven moment wel in slaap is gevallen. Dan is het niet meer leuk. Dus wat je wil is het als effect gaan toepassen op een bestaand liedje. En dat kan eigenlijk heel simpel door het te gaan combineren. Dan zet je aan de ene kant een liedje aan. En aan de andere kant ga je gewoon op de beat een beetje meescratchen. En uiteindelijk kun je daar dan weer nog meer effectjes aan gaan toevoegen natuurlijk. Maar voor nu is dit wel even de basis. Dus je gaat dadelijk aan de ene kant een liedje aanzetten. Dan wacht je totdat de beat een beetje relaxed is. En dan ga je luisteren naar wanneer je hem in kunt scratchen. Maar let op, met één en hetzelfde liedje kan ik al heel veel verschillende tonen en klanken maken. Let op, hè. Is kort en snel. Maar doe ik het op hetzelfde plekje kort en rustig. Klinkt het zo. Ik kan ronddraaien. Of achteruit. Of een half maandje. Of een flip. Allemaal uit één en hetzelfde liedje en uit één en hetzelfde stukje. Dus je kunt je voorstellen dat jullie met je eigen liedjes ontelbaar veel mogelijkheden kunnen gaan maken. Ja? Hier op het scherm zie je een lijstje met wat je kunt doen. Ga maar eens even oefenen en ga kijken of je een mooie combi vindt tussen een bestaand liedje en een vette scratch. Een kind. Oh ja, hier zit je wel. Zo, kijk maar op je lijstje. En voor de volgende opdracht mogen we allemaal de koptelefoon voor ons neerleggen op de mixdeck. Zit je lekker in de auto? Vind je dat zo mooi? Nou. Dag! Hey! Dag! Hoe ga je nu als een DJ
entertainen. Hoe ga je bewegen als een DJ? Let's go. De eerste is lekker met de vuist op de beat van de muziek een beetje mee bewegen. De volgende wordt nog gezelliger. We gaan met de vingers op de beat. Juist, dit is het. Heel belangrijk, hè? Ja. Dan gaan we onszelf groot maken als een populaire DJ. Handen uit elkaar. En bewegen. Ja. Alsof het podium helemaal voor jullie is, hè? Dan gaan we als coole DJ's mee bouncen met ons hoofd. Komt ie aan. Yes, goed. De spinner, handen uit elkaar en draai rond als een helikopter. En bij deze is het heel belangrijk, hè, dat je dus niet te duizelig wordt, want dan kruppel je zo van het podium af. De onbekende. Welke DJ zou dit kunnen zijn? Marshmallow, ja. Wil je gewoon over straat blijven lopen zonder dat je een handtekening van je hebt? Dan kun je als marshmallow gewoon even op je hoofd zetten. Hey, de hardstyler, die was voor jou. Jij wil lekker leuk. Komt die aan, boksen. Yes, dit is de energie die we willen geven. Goed zo. Oké. De danser. Laat even alle TikTok moves van jullie zien. Ja. Oké. Heel goed. Wauw. Yeah. Hoe hoog hoe beter? Springen maar! Ja. Door het dak naar buiten, heel goed. En als laatste de gooier. We doen alsof we een lekker groot stuk slagroomtaart in onze hand hebben. Wat? Met Mikkel, Daniel en Lucas! Oké. Okay. Hier krijgen we energie van, toch? Ja, dus als je dit als DJ gaat geven aan je publiek, dan weet je zeker dat je het ook terug gaat krijgen. Dat we twee liedjes heel mooi door elkaar heen kunnen gaan laten lopen. Ik ga even een voorbeeldje geven. Hè? Even terug uit. Twee liedjes. Ik zet gewoon even random iets aan. Hoppakee. Ik heb nu een liedje aan de ene kant aanstaan. En die horen jullie nog niet. Pas wanneer ik het schuifje omhoog doe, horen jullie de beat komen. Zet ik hem aan de andere kant aan. Die horen jullie nog niet. Pas wanneer ik de schuif omhoog doe, komt hij erbij. En zo kan ik dus heel mooi twee liedjes door elkaar heen mixen. Dit gaan we ook met jullie doen. Eminem. Ja, ja, ja. Ja, wel hoor. Doe maar. Doe maar even pauze en ik ga even lekkere snoepjes en chips op tafel zetten. Nou jongens, even een snoepbar maken. Even een snoepbarretje maken. Moet ik geven? Ga je ook chips erbij doen? Ja, ook chips. Doe mijn lieveling, doe paprika chips. Spekjes. Ja, spekjes. Dat is een soort van... Ja. Wanneer gaan we nou de... Worden als spekjes kunnen doen? Ja, dat moeten we ook nog even doen, ja. Misschien kunnen we dat nu wel doen. Ja. Terwijl jullie even pauze houden met allemaal snoepjes. Ja. We geven gewoon de cadeautjes. Dat is echt heel erg. Ja. Dan kom je op de theater. Ja. En dan kom je thuis en dan heb je nog een cadeautje. Ja. Met een spek. Nou, ondertussen is iedereen even lekker aan het snoepen en het wat drinken, aan het spelen en het doen allemaal daar bij de tafeltennis. Zijn ze even lekker bezig. Eventjes pauze voordat we zo meteen weer verder gaan. Zoals aan het voetballen met een ballon. En ook even lekker knuffelen met de hondjes. En Daniel is even aan het socializen met de DJ. Ja, ik hoorde net wat DJ Chester per optreden vragen. Maar... Nou, wij ruiken als een feestje. Ja, volgend jaar. Dan moet je nog even sparen. Ja, jullie kunnen het zo niet even zien. Ik denk dat ze een paar afmaken. Heb je een girl? Dit is de wc. Hier alles, borsteltje. Het touw en dan openmaken. Niet. En hier, kijk, dit is een slaapkamer. Daar zat je. Je moet het toch tegenhouden? Hé, hey, dat doe!
en ze zijn weer begonnen. Is die zelfs zo staan muurden? Weg. Bij. Weg. Kijken we de middentonen. Luister goed. Haal de middentonen weg. Doe ik hem helemaal open. Dan is het net alsof hij door zijn neus begint te zingen. Hè? Beat die je voelt, dat zijn de lage tonen. Bij. Bij. Lukt het, Lucille? Ja? Krijg je het een beetje onder de knie? Zo grappig. Want bij mij gaat het heel hard. Maar hier is het helemaal stil. Het contrast is heel grappig. Lukt het een beetje? Ja, ik wil zo graag laten horen, maar ja? Dat mag ik niet. Wat dan? Ja, ik kan hier. Ja, doe, maar hier, mag dat wel? Hier. Ja, doe maar naar horen. Ja, ik kan hem wel. Ja? Vind je het leuk, hè? Ja. Leuk, jongen. Gaan we dus die energie vrij laten en gaan we even lekker springen met z'n allen. Oké, okay, klaar voor? Ja. Dit is DJ Hartwell en DJ Hartwell draait op een heel groot festival in België, Tomorrowland. En op Tomorrowland zijn wel 100.000 mensen die lekker aan het dansen zijn bij de mainstage. En die DJ die probeert bij zijn laatste liedje de energie nog even één keer helemaal eruit te halen. En je zult zo meteen merken dat hij al speelt met de knoppen. Luister maar, dan hoor je ze goed zingen. Hij draait er weer bij. En dat is meteen ook het moment waarop het liedje even tot rust komt. De DJ pakt zo meteen de microfoon erbij. Give me all you got. Geef alles wat je hebt. Let goed op. Hij telt nog even af. En als hij klaar is, dan gaan we springen. Let's go! En zo gebruik je armen en je knieën, alles, hè? Ja! Yeah. Is het duidelijk voor iedereen wat de drop is? Ja? Zijn jullie er klaar voor? Komt ie aan, hè? Let's go. Goed luisteren. Ah. Instinkertje. Het was een instinkertje. Ja, dat is wel een instelling. Ja. De boel voor de gek houden. Deze DJ's waren dat dus aan het doen tijdens een show. Die waren aan het draaien op het moment dat iedereen dacht, nu kunnen we gaan springen. Kwam er ineens een totaal ander rustig liedje voorbij. Nee, Pip, zo'n stil kinderfeestje heb je ook nog nooit gehad, hè? Nee. Andere stromingen bevatten ook stemmen en akoestische instrumenten. Dance ontstond oorspronkelijk onder de naam House in de jaren 80 in de Verenigde Staten. DJ Frankie Knuckles begon als eerste te experimenteren in de club. Dat is echt muziek daar, hè? Ook komen er steeds meer clubs waar alleen maar dance wordt gedraaid. Mij die jullie mogen hier ook al bij staan als je wil. Hoort hij ook wat? En de andere? Jullie mogen aan de overkant gaan staan. Bij elkaar? Ja. DJ quiz spelen. Een DJ quiz, jongens. Even kijken. Een DJ quiz. Hoppakee, hier is hij. Dus DJ Lucius. DJ Lucius. Klinkt lekker. De DJ quiz test jullie kennis. Ja. De vragen komen zo meteen in beeld. Mooi. Jullie mogen overleggen en dan laat ik jullie om beurten het antwoord geven. Oké? Okay? En bij een goed antwoord even flink juichen. Hè? Ik vind die heel interessant. Nou jongens, we gaan een quiz spelen. Waar staan de letters DJ voor? Dat is jockey, de jogger, draaijongen of DJ. En overleg even met elkaar, hè? Ik wil als eerste het antwoord geven. Jullie gaan voor draaijongen. En wat wordt jullie antwoord? DJ. Jullie gaan voor DJ. Als het antwoord goed is, juichen we even, hè? Dan mogen we één puntje bijschrijven. Komt ja? Even trommelgroffel. Ja, 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 goed zo. Disc jockey. Disc jockey, ja. Ja. Draaijongen was sowieso lastig, want het is internationaal. Mee. Welke DJ zien we hier? En overleg met elkaar, hè? Zodat je niet individuele antwoorden geeft. Arman van Buren. En jullie gaan voor?
Ik reken allebei Armin van Buuren en inderdaad, Armin van Buuren is goed! Yeah. Uit welk land komen de beste DJ's? Oeh. Jullie mogen deze keer als eerste. En jullie zeggen ook Nederland. Het goede antwoord is... België. Nederland! Ik ga weer even een liedje aanzetten. En dan mogen jullie raden welke knop ik wegdraai. Is dat de gain, dat was die bovenste, mid, treble of de bass? Komt ie aan, hè? Oké, jullie waren aan de beurt als eerste. Mid. Jullie gaan voor de mid. Bas. Jullie gaan voor de bas. Oeh, we krijgen een verschil in tussenstand. Wellicht. Oh nee. Het goede antwoord is de... Oké. 3-2 is de tussenstand. Kan van alles gebeuren, hè? We hebben 10 vragen. Oké, nummer 5. Wat doen we tijdens de drop? Polonaise lopen, hapje eten, springen of lekker chillen? Overleggen, hè? Overleggen. Eten. Jullie gaan voor? Springen! Jullie gaan voor? Springen! Oké, als het goed is gaan we even springen met allen. Hey! Hoe noemen we een door een DJ bewerkt nummer? Is dat een lipdub, een cover, een mashup of een remix? Eens even kijken, ik heb ondertussen ook een liedje namelijk. Ja. Zeggen jullie maar? Remix! Ja, remix! Jullie gaan ook voor de remix. Het goede antwoord is inderdaad een remix! Oké, team 1 blijft met 1 puntje meer aan het kop. Amerika. Gof. Engeland. Engeland. Jullie zeggen Engeland? Ja. Het goede antwoord is... Ja. Amerika. Welke DJ zien we hier? Ja, we naderen het einde van de quiz, hè? Dus let goed op. Welke DJ zien we hier? Martin Garrix. Jullie zeggen ook? Ja. Martin Garrix. En het goede antwoord is... Martin Garrix! Oké. Nummer 9. Waar draaiden de DJ's vroeger mee? Oeh, hebben jullie goed opgelet? USB's, LP's, cassettebandjes of de DVD's? Jullie gaan voor de... DVD's! Jullie gaan voor de DVD's! DVD's! En jullie gaan voor de... DVD's! Jullie gaan voor de cassettebandjes en jullie... Nee, natuurlijk niet. Jullie gingen voor de DVD's. Het is wel duidelijk dat jullie nog een beetje lagen te slapen aan het begin van deze workshop. Het waren de LP's. De grote zwarte schijven. Welk genre heeft het grootste of het hoogste tempo? Oftewel, welk liedje gaat het snelst? Is dat techno, pop, hardcore of dance? Jullie mogen als eerste antwoord geven. Hardcore! Jullie gaan voor hardcore? Wij ook voor hardcore. Nee. Janko! Janko of zo. Zullen we dat doen? Techno? Jullie gaan voor techno? Zullen we dat doen? Oké. Team 2 geeft antwoord techno, team 1 geeft antwoord hardcore. Het is erop of eronder. Zijn jullie klaar voor? Doe nog even die toppenknop voor een keertje. Hardcore! Nee, hardcore is heel snel. Maar, er is nog speciaal voor jullie een bonusopdracht. Jullie kunnen nog gelijk komen in score. We gaan namelijk kijken welk team de beste dansmoves heeft. Ik ga zo meteen een gezellig feestliedje opzetten. Welke gaan we? Komt ja! We gaan naar de top toe. En op het moment van de top gaan we springen. 3, 2, 1, let's go! Kunnen jullie een beetje slow motion dansen? Jullie mogen allemaal wel even je handen omhoog steken.
en jezelf een kaart applaus geven voor deze geweldige opdracht. Ja. Maar dat betekent wel dus dat team 1 de grote winnaar is van deze DJ quiz. Geef ze even een applaus, team 1. Oké. Ga allemaal weer lekker terug naar je mixing. We gaan zo meteen afronden. Dan kunnen we kiezen om voor de vocalen te gaan. Gaat het lukken, denk je? Ja. Let's go. Oh, nog één. Artiestennaam. Artiestennaam. Ja. Hoe noemen ze je op school? Lu. 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 DJ Lu. Lu. DJ Lu. Ja. Nou, dan ben jij vanaf nu DJ Lu. Ja. Leuk. Ja. Ah, hebben we veel geleerd? Ja. Gaan we later allemaal hele populaire DJ's worden? Nee. Ja. Ik denk het wel, heel goed. Ik heb namelijk, terwijl jullie aan het workshoppen waren, ontzettend lopen bellen met wat bureaus. Moet nog een leuke DJ hebben. Bah, dat kan niet, veel te laat. Maakt niet uit, ik moet de allerbeste hebben. Speciaal vanuit Amerika, via Azië, Zuid-Afrika, wederom op de speedboot, is hij hier. Mag ik even een keihard applaus voor jullie. DJ Lu! Zijn we er klaar voor? Ah, goed zo. Oké, let's go DJ Lu. Druk op play. En vergeet de schuif niet. Ga een beetje chill dansen. Woo. Let's go. Applaus voor jullie zelf. Hè. Jullie hebben het hartstikke goed gedaan. En tot ooit op een groot festival. Ah. Doei! Ook op een school. En als je op school je best doet, dan krijg je een... DJ-school. Ja, precies. Dus we zijn hier op de enige de DJ-school. En iedereen die zijn best heeft gedaan, krijgt een diploma. Ja? Lexi! Hey, kijk eens. Goed gedaan. Mooie jas ook aan. En Lucina! En als laatste DJ Lu. Oh. Goed zo! Ja. Nou, tijd voor de cadeautjes. Papa! Oeh, lekker! De eerste pepernoten van het jaar. Kruidnoten. Oeh, lekker Lu. Dankjewel. Het is een briefje van Fie. Oh, dat is leuk. Ja, leuk. Wat is dat? Wat is dat? Oh, een discolamp. Zo'n flikker. Ja, oh, maar dat is leuk, want die had je nog niet. Ja, leuk. Heel leuk, Tess. Ja, ja. Dit is een snoepspin. Oh, lekker. Lekker zo'n spin. Ja, en dan ga ik het zo op je nek. Nee, helemaal niet. Het is een mier. Oh, een mier. Oh, het ziet. Oh, het is allemaal lekker. Lekker, jongen. Lekker, jongen. Kauwgom challenge. Jongen, hey, jongen. Kauwgom challenge. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even het. Daar is Tik op een belletje. Tot morgen weer en een nieuwe vlog.